Als we Klaasje Meijer mogen geloven, is het leven als K3'tje niet altijd een lachertje. 9 optredens in een weekend, dat is een aanslag op je lichaam, zei ze. Ze kijkt op een mooie manier terug op haar K3-carrière, maar is dus ook wel opgelucht. Klaasje beschreef Studio 100 als een correct, maar ook commercieel bedrijf. Kwantiteit en kwaliteit zouden er samen gaan. De Nederlandse gaf ook toe dat ze het keurslijf van K3 niet per se zal missen. Nu reageert de originele blondine van K3 op die uitspraken. Kathleen Aarts vertelt aan Dag Allemaal: met alle respect, maar wie elke dag in de fabriek moet gaan werken, die heeft pas echt een zware job. Kathleen kijkt op haar K3-carrière terug als een echte droomjob. Ik heb er een levenslange goede conditie aan overgehouden, zegt ze. Ze vertelt ook dat Studio 100 hen altijd in de watten legde. Hun was werd gedaan en er werd gezond eten voor hen gekookt. Als de juryleden in K2 zoekt K3 zo sterk de klemtoon leggen op hoe zwaar het wel is, denk ik dat ze dat vooral doen om eventuele twijfelaars wat schrik aan te jagen, zegt Kathleen. Voor haar woog vooral het emotionele aspect bij K3 door, daarom stopte ze. Een doorsnee leven is het natuurlijk niet. Studio 100 CEO Anja van Mensel liet nog weten dat ze sowieso elke maand weer met K3 gaat samenzitten om goed naar hen te luisteren. Het zou een ramp zijn mocht de nieuwe al snel weer afhaken.